De eerste keer dat ik de uitnodiging kreeg voor het onderzoek op borstkanker, vond ik een beetje spannend. Als ik het onderzoekscentrum binnenkom, dan laat ik mijn brief en mijn ID-kaart zien en dan neem ik plaats in de wachtkamer. Vrouwen die hier komen zijn vaak zenuwachtig. Ik probeer ze altijd zoveel mogelijk op hun gemak te stellen, zoveel mogelijk te laten ontspannen. Als je aan de beurt bent, dan word je opgeroepen. Dan ontkleed je je van boven in een kleedkamer. De vrouw komt uit de kleedkamer. Ik vraag haar of er nog veranderingen zijn geweest aan haar borsten. Vervolgens controleer ik de borsten op veranderingen of eventuele moedervlekjes. De visuele inspectie noemen wij dat. Dan ga ik uitleggen wat we precies gaan doen met het onderzoek, hoeveel foto's we gaan maken, in welke richtingen. Als ik binnenkom, dan wordt uitgelegd wat er precies gaat gebeuren. Ze wordt daar heel goed in begeleid. Voor het maken van de foto wordt de borst enkele seconden tussen twee platen samengedrukt. In mijn omgeving heb ik gehoord dat het samendrukken van de borst wel gevoelig tot pijnlijk kan zijn. Maar ik vind het zelf niet pijnlijk. Ik vind het alleen onprettig. Het onderzoek duurt 5 minuten, het maken van de foto's enkele seconden. Standaard maken we 4 foto's en waar het nodig is maken we extra opnames. Om de borst goed tussen de platen te krijgen staan we erg dicht bij de cliënt om haar zo goed mogelijk te positioneren. Het is heel fijn dat je 1 keer in de 2 jaar naar het onderzoekscentrum toe mag. Om die foto's te kunnen laten maken, want op de foto is eerder iets duidelijk dan dat jij zelf voelt. Het bevolkingsonderzoek borstkanker is voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar. Mensen in een rolstoel kunnen ook komen. Zij moeten wel eventjes contact met ons opnemen, zodat we wat extra tijd voor ze kunnen inplannen. Als het onderzoek klaar is, mag de vrouw zich weer aankleden en even plaatsnemen in de wachtruimte. De laboranten gaan dan even kijken of de foto's technisch gelukt zijn. De radiologen beoordelen de foto's op eventuele afwijkingen. Er wordt gekeken of er aanwijzingen zijn voor borstkanker. Mocht dit zo zijn, dan wordt de cliënt doorgestuurd naar het ziekenhuis. De brief met de uitslag wordt binnen 10 werkdagen verstuurd per post. Tegen de vrouwen die voor de eerste keer hier naartoe komen, zou ik zeggen, maak je vooral niet te druk. Probeer een beetje te ontspannen en dan komt het goed.